Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. En in deze video de best verkochte Vespa van 2021. In 2019 hebben we deze video ook al een keer gemaakt. Maar nu het 2021 model. Wat hebben we gedaan? Dit seizoen hebben we alle verkoopcijfers op een hoop gegooid. En we hebben gekeken naar welke Vespa het meest verkocht is en met welke opties. En dat is geworden de Vespa Sprint Nero Mat matzwart speciale. Als basis is de Vespa Sprint Nero Mat gebruikt. Die komt standaard uit Italië binnen met heel veel chrome accenten. Maar deze versie, die hebben jullie in 2021 het meest online besteld op onze webshop. Nou, wat zit hier dan meer op dan een standaard Vespa? Om te beginnen zien we een hoog smoke windscherm. Nou, verder zien we heel veel zwarte accenten die dus normaal gesproken chroom zijn. Een paar enkele voorbeelden zijn de spiegels, de stuurschakelaars, de remhevels, maar ook deze sierstripjes die hier langs de zijkant lopen. Nou, om hem net even wat vetter te maken, zit hier de level 10 knipperlichten in. Nou, nu zien we de dagrijverlichting. En als ik de knipperlichten naar rechts zet, dan zien we dat ze veranderen in het oranje licht, wat je natuurlijk hoort te hebben bij de knipperlichten. Als we aan de achterkant kijken, dan zien we een mooi achterklaprekje. En dit is ideaal voor een medepassagier. Verder zien jullie ongetwijfeld nog wat opties die jullie misschien wel missen. Dat je zegt, nou ja, dat vind ik nog wel leuk op deze editie. Die kan je heel eenvoudig bij ons op de website aanvinken, zodat je hem eventueel nog wat vetter kan maken. Deze editie, zoals die dus hier staat, kun je gewoon eenvoudig online bestellen bij ons in de webshop. Nou, wat wel leuk is, dat we de scooters tegenwoordig bij jullie thuis gratis kunnen bezorgen in heel Nederland. En we kunnen tegenwoordig ook bezorgen in België. En daar zijn wij heel erg blij mee. Verder doen we tegenwoordig ook onderhoud aan huis. En hebben we een vernieuwd serviceabonnement, waarvoor je voor 1 vast bedrag per maand volledig ontzorgd wordt. Op het gebied van onderhoud, lekke banden, etc. De meeste opties en accessoires kun je natuurlijk gewoon lekker bij ons terugvinden op onze website. Maar wil je nou echt lekker persoonlijk contact en wil je zo'n ding helemaal tot de max tunen, dan kun je natuurlijk altijd even bij ons een bakje komen doen in de winkel. Enkele voorbeelden kunnen we dan gewoon laten zien naast de Vespa, zodat jij een beetje een beeld kan krijgen hoe het eruit komt te zien. Zo hebben we bijvoorbeeld mooie velgensetjes. We hebben hier mooie biturbo vering liggen. Wat dacht je van dit zadeltje? Handgemaakt, ziet er heel gaaf uit. Ja, zo hebben we natuurlijk nog veel meer. Ik loop even achteruit. Hier zit natuurlijk een zilveren kartenkap op. Je kan er ook nog een mooie glanzend zwarte kartenkap op zetten. We hebben hier nog het oliekartertje die nog kan veranderen in kleur. Je kan nog het displaytje veranderen in het zwart. Ja, zo zijn de opties natuurlijk gewoon eindeloos. We hebben een klein beetje uitgestald hier, maar we hebben nog veel meer spullen die we er lekker bij kunnen pakken. Ja, en deze is gaaf hoor. De nieuwe Zelioni koplamp. Heel erg gaaf. Dus opties en mogelijkheden genoeg. Bij de 15.000 abonnees gaan wij dus gewoon een Vespa weggeven. We gaan jullie nog niet vertellen welke uitvoeringen en welke opties erop zitten. Maar vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. Want dan maak je dus direct kans op zo'n Vespa. Volgende week maandag. Nieuwe video om 8 uur. Schrijf nog even een leuke reactie voor ons. Laat ik even weten in de comments wat voor een extra opties en accessoires jij nog op deze Vespa zou zetten. Dat zouden wij heel erg leuk vinden als jullie dat onder de video even laten weten. Duimpje omhoog en tot volgende week maandag.